Op 2 en 3 juni vond het huttenbouwspektakel in Budeldorpplein plaats. Op het terrein achter de Sint-Andreasschool. Het evenement was georganiseerd door Jong Nederland Budelschoot. Wij zijn zelf van Jong Nederland Budelschoot, organiseren wij dit met 6 personen. Maar we hebben zoveel vrijwilligers hier rondlopen met het hele team van 25 man leiding en dan nog externe vrijwilligers. Bouwen dit denk ik ongeveer met 30, 35 vrijwilligers bouwen wij dit evenement. We hebben net de kapstok gesmoten, roze gemaakt en we hebben de hele hut een beetje gekleurd. Ja, we hebben een beetje afgekeken van landelijke huttenbouwactiviteiten. Daar hebben wij zelf de zeepkist aan toegevoegd, omdat wij wel een leuke toevoeging vonden aan het gebeuren. Ook het bouwen van de zeepkist staat toch wel in lijn met het bouwen van een hut, zal ik zeggen. Teams van 8 kinderen en minimaal 1 volwassene bouwden de hele dag aan een hut waar ze 's nachts in konden slapen. Ik heb een zak marshmallows bij, 2 snoepzakken en een bakje drop. Nee, we zijn echt hartstikke tevreden, want het begin van de week was het natuurlijk super mooi weer. We hebben met opbouw hebben we wel wat tegenslagen gehad met de regen en zo, maar dat heeft gelukkig helemaal geen invloed nou, op het evenement. Het loopt gewoon super, echt waar. Wat is er zo leuk voor jullie als ouders om hier aan mee te werken? Ik denk dat het kind weer in je boven komt en dat je een heel mooi resultaat neer wilt zetten. En ja, dat is positief, werkt dat op elkaar. De gezelligheid, samen nadenken, hoe doen we het, wat gaan we bouwen. En uiteindelijk ontstaat er iets. Slaap je vannacht in de hut bij een van je kind en een ander in de tent? Of hoe gaan jullie dat oplossen? Dat is nog even de vraag. Kinderen willen in de hut. Ik denk dat mama in de tent slaapt. Hebt u kinderen tussen 4 en 16 jaar die ook een hut zouden willen bouwen? Hou dan de website van Jong Nederland Budelschoot in de gaten. Dan kunnen ze misschien volgend jaar meedoen aan het huttenbouwspektakel 2019.